Goudsvaart. U bent van het Goudsvaartgenootschap. Wat is het Goudsvaartgenootschap? Het Goudsvaartgenootschap is ontstaan eigenlijk na een vloed, de Elisabethvloed in 1421. Toen zijn al onze landerijen weggevaagd. En nou, er werd aangenomen dat heel onze familie verdronken was. Maar een klein groepje heeft het overleefd. En die in die tijd, ja, al onze spullen waren weg. Dus wij moesten overleven. Dus wij zijn als groepje van een man of 9. Die zijn, om te overleven, is mijn vrouw is kleding gaan maken. Mijn zoon die smeet dingen. Ik maak zelf het houtwerk. En ik ben boogschutter en wij verhuren ons ook aan de meest betalende om te vechten voor ze. Wij hebben 2 zwaardvechters in de gelederen en 2 boogschutters. En zo proberen wij rond te komen en te overleven. Ik speel een monnik uit de hospitaalridderorde. En wat we hier uitbeelden is eigenlijk een rondreizend militair gezelschap op weg naar de 7e kruistocht. In principe is iedereen, zijn allemaal monniken. Ook de ridders die u ziet zijn ook allemaal monniken. Dat komt omdat de hospitaalridders een militaire tak zijn geworden uit een kloosterorde. Die kloosterorde zat in Jeruzalem rond het ziekenhuis, vandaar de naam, de hospitaalridders. En na de eerste kruistocht, vroeg 12e eeuw, is daar een militaire tak bij gekomen. En dat zijn dus vechtende monniken geworden. En hoe zou je die tijd kunnen omschrijven? Wat voor soort tijd was dat nou? Ja, dat is een beetje de late middeleeuwen. Dat was een ruige tijd. En er was eigenlijk nauwelijks een recht, zeg maar. Dus dat geldt echt het recht van de sterkste. En je doet alles om te overleven. En dat is uw familie gelukt? Dat is onze familie gelukt. En we breiden nog steeds uit. Er komen steeds meer die zich bij ons aansluiten. De taak was in eerste instantie het beschermen van pelgrims, het Heilige Land beschermen. Later zijn het actievere deelnemers geworden aan kruistochten. De 7e kruistocht, in de tijd die wij uitbeelden, ging bijvoorbeeld niet naar het Heilige Land, die ging naar Egypte. Maar dat waren nog, omdat het kruisridders waren, deden die daaraan mee. Het is uiteindelijk, toen ze meer macht kregen, is het ook een redelijke politieke beweging geweest in Europa zelf. Maar dat heeft een eeuw of twee is dat zo bestaan. U draagt een bril, dat lijkt mij niet echt passend bij die periode waar het u nu over heeft. Nou, ik denk dat u zich daarin vergist. Want in 1230 had Nero, keizer Nero, die had al een verrekijker. Zijn wetenschappers die hebben een mineraal gevonden, beryl. En dat is een hard mineraal en konden ze slijpen een beetje en dan kreeg je een bepaalde bolling. En dan kwamen ze achter dat je daarmee van ver weg dichterbij kon halen. Dus in 1230 had hij al een soort verrekijker om naar zijn gladiatoren te kijken die aan het vechten waren. En de bril die u draagt? En de bril is dan een replica van de 15e eeuw. Want 1230, 1470, daar zit een paar honderd jaar tussen. Dus ze wisten dat beryl zo te bewerken dat je het ook als bril kon gaan gebruiken. Dit hout is van pruimenhout. En dat is na honderden mislukkingen is het dan toch gelukt om een montuur te maken. De hospitaalridders hadden 8 tongen, zoals ze noemen. Dat kun je zien aan het kruis. Het ging ook in 8 punten. En een van die tongen noemen ze Duitse tong. En dan hebben we het over het stuk van Duitsland, Nederland, Scandinavië. Dat viel allemaal onder die ene Duitse tong. En daar kwamen dus ook hospitaalridders vandaan. De commandrie in Nijmegen,
is een oud hospitaalriddervocht. Daar hebben de hospitaalridders gezeten. We hadden een groot, gigantisch ziekenhuis in Jeruzalem, maar rond deze tijd niet meer. Het grote ziekenhuis in Jeruzalem is vervallen toen in 1183 Jeruzalem is gevallen. Voor die tijd, we hebben wel de medische kennis, hebben we heel veel overgenomen van de Arabieren. We hebben veel Fransen, de Fransen waren de eerste, voor de kruistochten waren de Fransen diegene met de grootste medische kennis. En dat is langzaamaan zijn dat meer Arabieren geworden. We hebben onze eigen chirurgijn met allerlei nare dingen, zagen, dingen om dicht te branden, zalfjes, dieet. Het meeste genezing gebeurde door dieet aan te passen. In het Heilige Land hebben we gefunctioneerd tot de val van Akko in 1181. Daarna zijn ze naar Rhodos gegaan, hebben ze gevochten in latere kruistochten nog, zoals nu de zevende kruistocht. Toen Rhodos is gevallen, zijn ze naar Malta gegaan en toen is het vooral een zeemacht geworden. Toen hebben ze hun kleur veranderd naar zwart, zoals je hier misschien op de achtergrond ziet, de zwarte ridders, naar een rode surcoat. En toen zijn ze vooral in het Middellandse Zeegebied aanwezig geweest. Na de middeleeuwen, want het bestaat nog steeds, de orde. Alleen ze heten nu de Malteser orde. En het is nu eigenlijk een liefdadigheidsinstelling die ook nog steeds veel ziekenhuizen runt. Dat is nog steeds hun ding. Vooral in de derde wereld draait de Malteser orde veel ziekenhuizen. Ze hebben heel veel donateurs nog steeds, donatii. Alleen één ding is nog steeds gebleven na al die jaren. Je moet van adel zijn om lid te worden van de orde zelf. Dus in dat opzicht is het nog echt een ridderlijke orde, maar een ceremoniële. Wat wij proberen te doen in reenactment, wij doen onderzoek naar hoe het was in het verleden en proberen dat zo accuraat mogelijk uit te beelden. Wij hebben natuurlijk een show is een element hier, maar onderwijs is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Dus wij hebben niet alleen het hele militaire gebeuren, we hebben enkele ambachten die we laten zien. Wij hebben de tenten die open zijn, die zijn helemaal middeleeuws ingericht. We slapen middeleeuws, we eten hier middeleeuws. En dat proberen we zo strak mogelijk aan te houden. Zeker tijdens de openingstijden. En daarna dan houden we het ook nog wel aan. Oké, okay, Militas! Dus een commando voor voorwaarts mas, procre, dus let op, voorwaarts, IT, D-klank weer is lopen. Procre, IT!